Porsche 911 zeggen natuurlijk nooit nee. Dus toen we deze gele 911 op de Salon van Genève zagen staan, bewerkt door TechArt, waren we heel nieuwsgierig. En we zijn hier nu in Leonberg, onder de rook van Stuttgart, om eens even met deze auto nare kennis te maken. Nou, dit is natuurlijk een eye-catcher van de eerste orde. Aan het motorvermogen is niks gebeurd. Hoeft ook eigenlijk niet. Het is een Carrera S, dus daar kun je heel goed mee uit de voeten. Maar er is wel op designgebied heel veel veranderd in deze auto. Met heel veel oog voor detail. En of je het dan mooi vindt of niet, het is wel heel geraffineerd gedaan. Nou, die knalgele kleur van de buitenkant is gewoon een originele Porsche kleur. Maar wat TechArt heeft gedaan, die hebben het aan de binnenkant ook doorgevoerd. En echt tot in elk detail. Hier zie je het hier, de veiligheidsgordels, de stiksels op het stuur, op het dashboard, de inleg van de versnellingspook. Alles, maar werkelijk alles, is tot op detail met al die gele stiksels. En als je een andere kleur wil, je kunt eigenlijk in elke gewenste kleur krijgen die je maar wilt. En of je dat nou mooi vindt of niet, ik vind het persoonlijk wel heel erg knap gedaan. Ja, deze achterspoiler is wel een heel in het oog springend detail aan de buitenkant. Nou ja, detail, noem het geen detail, want het is toch wel een fikse spoiler. Verder zien we hier sideskirts, een ander uitlaatsysteem. Niet alleen deze uitlaatpijpjes mat zwart, maar ook de dempers, zitten sportdempers onder. Dat klinkt natuurlijk geweldig. Ja, de aandacht voor detail gaat zelfs tot onder de klep in de bagageruimte. Kijk maar eens even. Zelfs hier bekleding met diezelfde gele stiksels en ledverlichting. Is dat mooi of niet? Nou, ik zei het even in het introotje al, TechArt heeft aan het motorvermogen van deze auto niks gedaan. Dus daarom wat meer aandacht voor de afwerking en ook voor het motorgeluid, dankzij het uitlaatsysteem. Dat zorgt voor de rijsensatie en dat is gewoon geweldig bij deze auto. Dit is gewoon de overtreffende trap van een gewone 911. Alles gewoon net weer even scherper en beter. Ook dankzij die 21 inch wielen. Ja, het ding stuurt gewoon geweldig. Ik bedoel, heb je dat wel eens gehad? Dat je zo'n bocht in gaat dat je denkt, oei, dit gaat toch eigenlijk iets te hard? En met zo'n 911, het gaat gewoon moeiteloos. Je trekt hem er doorheen, hij reageert mooi, hij luistert mooi op het stuur. Fantastische auto, wat wil je nog meer? We zullen niet onder stoelen of banken steken, maar voor een stukje sturende 911 zijn we natuurlijk altijd te porren. En zeker als dat een auto is die nog eens op bepaalde punten is aangepakt, in dit geval de TechArt. En dat hebben ze toch wel met veel smaak gedaan. En ja, wat ik ook al toen straks zei, of je daar nog van houdt of niet, wij vinden dat ze het wel met verfijning hebben gedaan. Het ziet er gewoon mooi uit, niet ordinair. Nee, die auto zelf, die is gewoon geweldig. Echt heerlijke auto, zo'n 911. Genieten, dat is het gewoon.